Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over homeplugs. Nou Ricardo, dit is dus homeplug, maar wat doet dit nou eigenlijk? Wat is het eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen? Peter. Nou, de homeplug, wat het nou eigenlijk is, het is een apparaat wat ervoor kan zorgen om het netwerk, van laten we zeggen een voorbeeld van beneden in de woning, het netwerk door te zetten naar zolder zelfs. En dat doen we door middel van het stroomnetwerk. We zorgen dat we aan de onderzijde, laten we zeggen aan de begane grond, dat we hem daar in de stopcontact stoppen. Ja. En de andere zijde doen we dan in stopcontact in de zolder. Oké. Dus ik even goed na te denken. Dus, maar wat doet het nou precies? Want dit is een vrij technische uitleg, maar waarvoor zou je dit nou gebruiken? Nou, je zou het eigenlijk willen gebruiken is, wat ik zelf uit mijn ervaring heb meegemaakt, is dat de mensen niet altijd, ja, de mensen hebben gewoon geen zin om door plafonds en muren heen te gaan boren. Nou, wifi is niet altijd de oplossing. Het is een leuke oplossing, een goede oplossing ook wel, maar het is niet de beste oplossing, echt niet. En als je toch graag een bekabelde verbinding wil gaan hebben binnen de woning, dan zou ik zeggen, maak dan gebruik van een powerline adapter. Oké. Nou zie ik hier trouwens ook een kabeltje liggen. Volgens mij is dit een netwerkkabel. Wat is hier de functie van? Nou, de netwerkkabel gebruiken we eigenlijk, is dat we zien ook bij elke powerline adapter, zien we namelijk ook dat wij er aan de onderzijde altijd maar op één manier ook de kabel kunnen steken. De andere zijde die we dan overhouden, deze, zal dan moeten aangesloten worden in de laptop of de computer. Oké. Ja. En het gebeurt aan de andere zijde, degene die jij in je handen hebt, gebeurt dat precies hetzelfde. Maar die zullen we moeten aansluiten binnen de router. Oké. Voor de duidelijkheid, deze doe je in de buurt van de router met een kabeltje. Die stop je dus bij je computer in de buurt en ook met een kabeltje. Ja. Oké. Dus de doelgroep is in dit geval, denk ik, voor mensen die geen wifi hebben, precies, geen zin hebben om te boren, die gaan zo'n ding plaatsen en dan hopelijk doet het wat het moet doen, toch? Ja, het is niet altijd gezegd dat het altijd even goed werkt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Okay. Het kan er wel eens storingen, zal het wel eens, kan er wel eens tussen komen. Wat ik de mensen altijd als raad geef daarvoor, is wanneer er dus geen verbinding meer is, zorg ervoor dat je op beide plaatsen waar we dus één van de twee adapters hebben zitten in de muur, om ze er even eruit te halen en daarna weer vluchtig weer terug te doen. Oké. Wat gaan ze doen? Ze zullen elkaar weer gaan zoeken, elkaar weer gaan vinden. En dan zal die verbinding weer automatisch opbouwen. Nou, Ricardo, mag je weer bedanken voor deze duidelijke uitleg. En hopelijk heeft u ook wat aan opgestoken. En wie weet zie ik u weer volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.